Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we met een gloednieuwe video. Ik had mijn verkeerde... Wat kwaliteit is dit, zeg. Ja, goede kwaliteit. Want mijn geluid net was dit. Ik heb nooit gezegd. Ja, wel, jongen. Maar ik heb dus een mail gehad dat ik als ik... Mensen, welkom. Vandaag zijn we... Gaan we vandaag wel of niet lachen? Nee. Vandaag gaan we niet lachen. Maar ik wil even iets zeggen, want Mattie wil dit heel graag. Want oh, gaan we dit ook nog opnieuw doen? Ja, tuurlijk. Mensen, Mattie kan de beste online personality worden van Zep. Nou, als we iets willen, is het natuurlijk dat Mattie dat wordt. En dat nee, hij dan... Maar ik ben eigenlijk veel te volwassen hiervoor. Ja, nee. Voor jou, Ja, ook. Maar ik ben niet genomineerd. Ik ben in top 100. Top 100! Top 101, hè? 101! Zelfs die 101 was jij niet. 70 van die lijst kende ik niet eens. Nou, er staat een link in de beschrijving. Daar kan je stemmen op Mattie voor online personality van het jaar. En dan moet hij met twee anderen naar die show toe. Oh, dat is stuk en Enzo. Dat is gewoon pap in de grote jongens van Nederland. Dan is het absoluut... Zou ik Lacap en Bellinga's en dan sta ik daar. Maar ja, dan is het absoluut kinderloos. Mensen, stem op Mattie. Doe het. Mensen, abonneer op mijn kanaal. Ik ga lekker, hè, jongen. Mensen, laten we maar gaan beginnen. Het duurt allemaal veel te lang. Ik heb onze naam opgeschreven, mogen voor deze keer dus niet lachen. Let erop. Voor deze keer niet. Voor deze keer niet. Zo. Abonneren, mensen. Abonneren, jullie zien. Abonneer nou. Weer. En je hebt me vaker gezien. Als ik jou target, betekent dat dat het goed is. Dat betekent dat Google en Facebook... Komt hij dan nog een keer tegen en zo... Ja, jij lacht. Weet ik niet. Ja. Oh, gewoon dood. Die zag ik toch al aankomen. Maar die Gia Ruan, die zie je eigenlijk nooit meer. Nee, corona. Corona, hit hard. Nee, in Bali. Ja, dropshipping kan niet met corona. Ik kan oprecht niet meer. Nee. Al die Chinese troep ligt stil. Ja. Hey, hallo. Ja, zet even je geluid uit. Dankjewel. Deze is leuk, deze heb ik al gezien namelijk. Als je doet wat je wil. Het centrum van Utrecht op de Blauwkapelseweg. Sylviante Patrick en Willem zien. Altijd die Patrick, jongen. Patrick, die kale, echte legend. Kale mogen Patrick, joh. Je krijgt van mij een bekeuring voor het fietsen over de stoep. Je bent niet op antwoorden verplicht, maar wat is de reden dat je over de stoep fietste? Nou, ik heb... Ik hou gewoon niet van om onder regen te fietsen. Ik moet al best wel naar huis fietsen. Ik kom net van school, denk ik. Ja. Ik heb wel een schoen. Je wilde op tijd thuis zijn voor het eten. Ja, ik moet huiswerk maken. Oh, het is een kind! Dat was een oude vrouw of zo. Ja, die is niet goed wijs. Oh, wat zielig. Nee, niet op de stoep fietsen. Nee, niet op de stoep. Lachte jij? Nee. Would you slap your teacher across the face for $1 billion? Ik heb niet zo veel. Wait, what? I could have gotten $1 billion for that? Ja, lach je. Ja. Ik slaap Jeroen instant lachen. Dat was het, hè? Wat? Ja, dat weet ik. Nee, waarom zijn deze al deze dingen uitgerekt? Heel mooi hoor, daar niet van. Ik weet niet. Ik weet niet wat ik hier zie. Nee, ik hoor je niet. Met wie valt dit weg? Wiskunde zijn. Oké, dan gaan we door naar iemand anders. Pieter. Mijn ziekste escapes aller tijden. Hoe ik daaruit ben gekomen. Oh mijn god. Mijn moeder over mij praat tijdens een 10 minuten gesprek met mijn mentor erbij. Niks, mag niks, wil niks. En dus gebeurt er ook niks. Dat is ook zo'n aloude meme met Petertje. Hey, wij gaan Fortnite spelen, of niet? Ja. Roy, aangenaam. Had je nog verwacht dat het ging screen? Nee. Dat je gewoon het waait hard of zo. Ja. Weet je wanneer het ook hard gaat waaien? Morgen. Morgen. Wat gaat er door je heen? Ja, geweldig! Dit is geweldig! Ja! Hoe heet dat ook weer, het programma? Ja, weet ik niet, dat is wel zo'n space in het programma. Was dat ja, dan? Space in het programma, man. Nou, wat zou dit worden? Kun je het allemaal onthouden? Wat gaat dit worden, denk je? Probeer maar. Geen flauw idee. Goedemiddag, mag ik u helpen? Big Mac, hamburger, een leuke kip, zusje, met frietas. En wat heet meneer zelf? Counterpounder. Ja, dat is al verwacht. Ik oprecht niet. Nee? Nee, ik had oprecht... Ja, van een kilometer toch? Ja, ik dacht, heb ik eens auto gezien, maar dat niet voor mij. Je hebt wel een beetje uitgegroeid. Ja, mag ik zeggen, ja. Je kan niet rood verven, bedoel ik. Je moet eigenlijk echt je haar rood verven. Je kan het dus krijgen, dat kan je. Maar hoezo, dat is toch... Dat willen de mensen zien. Nee. Dan zorg ik dat ik... Als ik dit jaar de... Als je mij inhaalt, ga je haar rood verven. Ja, jongens, sowieso.
Hey, let's go, maar hey, we mogen geen hand geven, maar hey. Als je me inhaalt? Ja, wel filosofie en niet Mattie of zo. Nee, als je me inhaalt. Jongen, bij 7 ton doe ik het ook. Is dat een risico trouwens in dit jaar? Het gaat niet over dit jaar, het gaat over gewoon in het algemeen nee, als je me inhaalt. Dit jaar. Als je me inhaalt is toch mooi, dan heb je 37 subs al. Maar luister, dat mogen geven niet meer. Maar wellicht gebeurt het over 6 jaar, moet ik om de 68 jaar. Nee, dat niet, dan hoeft het niet meer. En wanneer dan wel? Wanneer is dat grenspunt dat nu moet? Nou, als we nog een YouTube video's maken, dan wel. Nou, is goed. Als ik gestopt ben en je haalt me in, dat telde niet. Okay, maar dit gaat nooit gebeuren. Want ik stop nooit, hè? Ik ben een soort van Zeus eigenlijk. Zoos, ja. Hier is het boerenbedrijf. Daar ga ik zo meteen protesteren tegen de stikstofregeling. Tuut! Pom! Pom, pom, pom! Tuut, tuut! Tuut, 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 tuut! Pom, 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 pom! Boeren! Maar dit moet toch wel man bij de hond zijn, hè? 1 uur 's nachts en ik heb nu al toch zoiets van. Het is goed geweest zo. Ja. Het is goed geweest. Ja, sorry. Ik kan er niet meer van maken. Iedereen doet het. Iedereen doet het netjes. Het laat van de auto voor je hangt los. Hier is los, kapot. Mag u glaxoneren? Glaxoneren. Antwoord is ja. Glaxoneren kan je gebruiken alleen als er gevaar is. En in mijn ogen is daar gevaar. Snap je? Mag je even toeteren? Hé, kind, kijk. Hij post het ook zelf. Ja, ik ben schitterend. U wilt invoegen op de snelweg. Kijk, mag u de militaire kolonne doorsnijden? Ja of nee? Weet je dit? Wat denk jij? Voor mij niet. Ik denk wel. Maar als je op een voorrangsweg zit, op een gele bord mag je gewoon doorrijden. Dat is een hele andere vraag. Heb je gehad? Heb je geoefend? Maar dit is een nieuwe vraag bij CBR. U wilt invoegen op het snelweg. Op het snelweg. Militaire kolonne doorsnijden? Zeg gewoon ja. Zeg gewoon ja bij dit vraag. Het is gewoon een fucking stinkende vraag, snap je? Stinkende vraag. Ja. Hallo Mark, wij hebben gehoord dat je Minecraft speelt. Hoe lang speel je al Minecraft? Nu al maanden. En ik ben verslaafd, dus de... Is dat wel nabij dat punt dat we er een keer vanaf zijn? Nou, in ieder geval vertraag ik het niet onnodig om nu voor alles te gaan zeggen. Ik heb het haar goed zit. Ja, oké, tot zo. Onze minister-president legend, man. Maar er komt op iets meer emotie in die gameplay, jongen. Dat is een promo. Ja. Mace Peer heeft deze compilatie gemaakt, nee toch? Jawel. Mace Peer. Oh, Mace Peer zit zichzelf hier te pluggen! Mace Peer, jongen! Mace Peer heeft 10.7k abonnees. Mace Peer is goed bezig. Mace Peertje. Wel gelachen. Kijk, iets meer dan vaker niks. Ja, maar ik win altijd. Mensen, bedankt voor het kijken. Koen gaat rood als hij mij inhaalt, dus abonneer op. Ja, verf ik mijn haar echt knalrood. Mensen, bedankt. Abonneer, like en de groeten. Paar ruggen in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog reben. Nee, ik hoef geen kartje. Paar ruggen in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog reben.